Babette van Stenen. Ik ben 19. Ik woon in Vosselaren. Dat is een boerengat een beetje. Dat is in Nevelen, dicht bij Gent. Mijn hobby's zijn vooral alles wat met vrienden te maken heeft. Weggaan met vrienden, naar de cinema met vrienden, gewoon thuis zitten. Dat doe ik enorm graag. Ja, dat is zo'n beetje. Deeltijds hoger beroepsonderwijs. Ik ben begonnen in de Hoogent een semester, maar dat was niets voor mij. En dan is er een nieuwe richting in het Vivat in Kortrijk. Dat is 1 dag in de week naar school en dan mag ik 2 dagen in de week gaan werken. In Deinze, op de markt, heb je zo'n tapasbar, 's avonds en dan overdag in een broodjeszaak. Dat is vooral horeca. Maatschappelijk werkster. Dat is, normaal gezien, je doet 8 vakken per semester. Maar je kunt ook vakken bijnemen, dus normaal gezien over 2,5 of 3 jaar ben ik afgestudeerd. Ik doe nu mijn stage bij de politie. Dus de sociale dienst van de politie, dus alles wat als mensen bijvoorbeeld met partnergeweld. Dat is mijn stage en ik doe die super graag, dus als het mogelijk zou zijn, zou ik dat wel graag doen. De richting maatschappelijk werk heb ik gekozen, ik ben altijd enorm begaan geweest met andere mensen. Ik wil super graag andere mensen helpen, maar je hebt ook voor het orthopedagogie en dat is meer opvoeden. En ik wil meer doen dan opvoeden, ik wil echt mensen. Mensen die net uit een instelling komen of uit de gevangenis, kunnen die opvangen en hun de weg wijzen. Dat is meer iets voor mij. Ik heb op Facebook, is een van Miss Brazil zelf, zo kun je inschrijven. En ik had dat getoond aan mijn papa, maar ik zeg van ja, ik ben enorm verlegen. Ik zeg, ik ga dat niet, ik durf dat niet, ik ga dat toch niet winnen. Mijn papa heeft mij eigenlijk echt een beetje de moed ingesproken van allee, doe eens mee, wat het al kun je lang doen. En dan heb ik na een tijdje een brief gehad voor de preselectie, de Gent. We hebben vooral in de zomer promotours gedaan, zoals in Hasselt, Leuven, Gent, Antwerpen. Een beetje je eigen voorstellen eigenlijk als groep. Iedere groep moest dan per 3 of per 4 de dag organiseren. Ik heb de dag in Gent georganiseerd samen met Loralie en Nina. En we hebben zo eigenlijk een beetje typisch Gent getoond en alle andere finalisten dingen geproefd. Zoals de rode neuzekes, echt zo typisch Gentse dingen en dat was wel plezant. We hebben onlangs vorige week een fitting gehad bij La Bahia voor onze galakleren te passen voor de finale. En vooral nog op programma staat er gaan dansen bij Bos Danscomplex, de choreografie en laserontharing. We krijgen een workshop daarvan, we krijgen een workshop microtechnieken, omdat we onszelf ook moeten voorstellen op de finale, dat we een beetje hoe of wat weten. Het is eigenlijk vooral workshops nog en ja, kleren passen voor de finale en oefenen. De finale is 17 oktober in Brussel, de Event Lounge. Mijn beste eigenschappen zijn vooral dat ik enorm meeleven ben met mensen. Ik kan mij enorm in mensen hun problemen inleven. De negatieve kant daarin is dat ik dan een beetje te gevoelig ben, maar dat is eigenlijk mijn beste eigenschap van mezelf. Wel erg. Ik heb mensen die een beetje een te hoge dunk van hunzelf hebben. Daar ben ik. Al mijn vrienden die zijn ook redelijk down to earth, niet zo van ik ben hier. Like op de verkiezing heb dat ook soms. Daar had ik vooral schrik voor een verkiezing van meisjes van ik ben het hier. Maar gelukkig hebben we zo niemand in de groep, dus ik ben heel content daarmee. De meisjes in de groep, wij komen eigenlijk allemaal redelijk goed overeen. We proberen soms af te spreken, maar met dat we over heel Vlaanderen, het zijn mensen van Leuven, het zijn mensen van Gent, is dat redelijk moeilijk wel voor af te spreken. Maar als we eens proberen iets samen te doen, dan proberen we dat wel. Zolang dat niet te druk is. Ik ga liever gaan shoppen in een winkel waar het redelijk geen volk is. Dat er niet. Want ik ben ook niet iemand die uren in dezelfde winkel loopt. Ik weet wat ik nodig heb en ik zoek naar die dingen en dat is het ook meestal. Eigenlijk een beetje van alles. Dat hangt af van jeansbroeken tot leggings, tot kleedjes, tot blouses. Gewone t-shirt, een gilet voor in de winter. Ik draag eigenlijk een beetje van alles. Normaal zien altijd tijdens de solden. En nu dat het net is de Primark kopen gegaan in Gent, dan ben ik ook eens weer gaan kijken. Maar eigenlijk voor de rest probeer een beetje op mijn geld te letten. Schmink en schoen. Ja? Ja. Ik ben enorm verslaafd aan schmink en schoen. Ja. Zo, moest ik al het geld van de wereld hebben, zou ik een hele kast vol hebben, denk ik, met schoenen. Een verliefdheid op het eerste zicht wel. Omdat ik denk, als ik iemand leer kennen, is dat verliefdheid. Ja. En dat groeit uit tot liefde. Maar je hebt altijd wel zo verliefdheid. En dan achterwege, oh nee, het is mijn type niet. Dus dan geloof ik niet echt dat liefde is. Ja, een kippenvalmoment van mij is vooral als ik een goed liedje, like als ik naar een festival ga, en ik hoor een goed liedje met mijn vrienden, dan. Of van de donder.
ben enorm bang van donder. Dat is ook... Ja, ik ben een enorm emotioneel iemand. Zoals ik al gezegd heb, ik ben enorm behaagd met andere mensen. Maar als er iemand staat te wenen, zeker iemand van mijn vrienden, dan ben ik spontaan gewoon mee te wenen. Ja. Bij sommige films durf ik wel meewenen. Vooral als je van die film bent, als mensen dat je sterven, vind ik het... Allee, zou ik niet echt beginnen wenen, maar het is vooral dieren. Als ik een hond of een paard zie sterven. Ik heb een tattoo op mijn heup met Never Give Up, omdat ik vroeger wat dingen heb meegemaakt, ook omdat ik emotioneel ben. En dan heb ik ook een tattoo op mijn ribben voor mijn papa, die heeft een ziekte. En omdat ik ben echt een papa's kindje, ik ben zijn oogappel en ik heb voor mijn papa ook een gezet. Lieve mensen, willen jullie ook allemaal stemmen voor mij via sms? MPR, allemaal in hoofdletters, spatie 01 naar 6045. En jullie zullen mij daar een enorm groot plezier mee doen. Dankjewel. Let's make the love.